allerlaatste minuut winnen. Beter kan haast niet, toch? Nee, dat klopt. Ik denk dat we als team goed gestreden hebben. We hebben ons vooral tweede helft hebben we echt gebikkeld en onze taken uitgevoerd. En dan als je zo scoort in de 90ste minuut, dan is dat een geweldig gevoel. Over Jong Utrecht wordt vaak gezegd, voetballend, hartstikke leuk, kansen creëren ze ook, maar ze krijgen zoveel tegen. Vandaag, defensie, stond als een huis? Klopt, ik denk dat we voor de wedstrijd daar goed over gepraat hebben en met de trainer erover gehad hebben. En de hele wedstrijd stond de verdediging wel goed. En dan de eerste helft viel het wel mee, omdat we problemen op het middenveld hadden, maar... Over het algemeen, ik ben heel tevreden met de 3 punten vandaag. Ja. Hoe is het voor jou om in dit Jong Utrecht te spelen? Want we weten van jou, je zit nog niet al te lang bij de club en je staat toch geregeld in de basis. Ja, ik heb 3 jaar in Turkije gevoetbald. En het was een laatste seizoen was heel moeilijk voor mij. Vandaar dat ik de stap terug naar Nederland wou maken. En FC Utrecht, ik woon in Utrecht, dus... Ik hou sowieso van FC Utrecht en als je dan hier met jong FC Utrecht in de Jupiler League mag spelen, dan is dat voor mij geweldig. Ja. Dan is er een uitbraak, komt er een vrije trap en dan zie ik Maarten Pijnenburg de bal aan jou geven. Doe het maar. Klopt. Maarten gaf de bal aan mij en hij zegt toe van jij neemt hem. Ik had nog een kleine discussie met Karim Loukili, die wou hem ook nemen. Maar ik zeg tegen hem, ik ga scoren. Ik ga scoren en hij zei is goed, neem hem maar. En ik ga achter die bal staan en ik train er ook vaak op. En zo zie je maar dat hij dan erin vliegt. Ja, hier zien we hem er ook in gaan. Prachtig toch? Zo, ja. Het is een hele mooie goal. Ik ga hem zeker nog een keer terugkijken. Ja, ik ben... Maar de meest belangrijke zijn 3 punten. We hebben 2 overwinningen achter elkaar nu en dat is nog niet gebeurd dit seizoen. Daar ben ik heel blij mee. En waar gaan jullie voor met z'n allen? Ja, we willen heel graag van die laatste plaats af. Het kan nog. Het kan nog, het kan nog. We geven ook niet op. We blijven doorgaan tot de laatste wedstrijd. We blijven nu als team bij elkaar. Dat is heel belangrijk. En ik denk dat we goed op weg zijn. Vrijdag weer een belangrijke wedstrijd. En we gaan weer met alle vertrouwen de wedstrijd aan van vrijdag. Ja. En hoe is het voor jou wat betreft je toekomst bij Utrecht? Ik ga na dit seizoen ga ik weg. Ik weet nog niet waar ik naartoe ga, maar ik wil wel in Nederland blijven nog. Ik wil nog niet naar het buitenland. En dan zoveel mogelijk wedstrijden spelen, mezelf ontwikkelen. En ik ben blij dat ik bij Utrecht dit seizoen kon afmaken. Ja. Ja, want je zegt, ik ben een jongen van de stad, ik ben een jongen van Utrecht. Ook al blijft het dan waarschijnlijk bij een half jaar, maak ik je toch trots dat je het shirt van Utrecht, zij het Jong Utrecht aan hebt? Ja, tuurlijk, absoluut. Ik heb ook vaak met het eerste getraind. En, het is een warme club. Ik voel me goed hier. En wat jij net ook zegt, ik ben een jongen van de stad. En het is heerlijk om in dit stadion te mogen voetballen. Ja. En de bal in de kruising te mogen leggen op deze maandag. Ja, klopt. Ik zal deze dag niet snel vergeten. Nee.